Vandaag spelen we verstoppertje in een regenboogstad. En Santino moet ons als eerste gaan zoeken. Oké, Alex, wij gaan nu verstoppen. Santino, heel veel succes. Ik ga sowieso niet als eerste gevonden worden. Oké. Dat is zo wel waar. Jij bent zo slecht in verstoppen altijd. Doei. Nee, ik ben heel goed in verstoppen. Ik kan alleen niet goed vinden, Alex. Dat is het. Ja, we moeten tenminste voor nu een goede verstopplek vinden als eerst. Hoe slim is het om eigenlijk bij mijn eigen kleur te gaan? Is dat dom? Bedoel, of is dat... Dit is wel jouw huis. Het is wel een beetje voor de hand liggend misschien. Ja, maar misschien juist daarom dat hij ook weer denkt... Nee, dat zal hij toch niet doen. Nee, ik weet niet. Ik zou denken dat je dat wel zou doen. Ik zou daar als eerst kijken eigenlijk. Kan je mij... Oh, wacht. Ik zit in survival. Ik moet naar survival. Alex, kan je kijken aan de buitenkant of je mij makkelijk ziet zo? Waar? Ja. Oké, wacht. Ja. Als ik nou zo spring? Nee, dat kan niet. Even kijken. Het is een hele grote stad. Wat is een goede plek? Ben jij bij het rode huis naar binnen gegaan? Ja, ik ben bij Fred op bezoek, maar ik zit een beetje vast. Zit je vast? Kan je niet weg? Ja. Wacht, kijk. Oh. Ik kan hier liggen. Kan je onder de kastje? Kan je onder het kastje? Hey, maar zie je dat van de voorkant als ik hier zo lig, ja, als je binnenkomt? Als ik klein ben wel, maar ik denk niet als je groot bent. Ja, als je groot bent zou je dit niet zien. Hey, ik denk dat ik gewoon hier blijf liggen. Oké. Dan ga ik naar de piep. Even kijken of hier een goed plekje is. Ik zie Santino daar staan. Oké, dat is zo'n goede verstopplek zolang Fred niks vertelt. Dus niet daar bekijken, Fred. Ik heb misschien wel een heel goed idee. Oh nee, ik weet niet of Santino dat hoorde. Even kijken. Als ik nou op deze kant duw. Aan deze kant. Ik zit gewoon heel vies. En dan ga ik heel stiekem een beetje bewegen. Ik heb hier zicht op Santino en overal waar hij naartoe gaat. Zit je ergens op een dak? Nee, ik zit echt gewoon in een plantenbak op straat. Oké, maar ik ben benieuwd of die je gaat vinden. Ik kan heel stiekem bewegen, waardoor hij me de hele tijd net niet zou kunnen zien. Oké, ik ga tegen Santino zeggen dat hij mag zoeken. Oké. En we gaan beginnen met zoeken. We zijn op de 30. Let's go. Eens even kijken. Ik ga als allereerst even hier snuffelen bij dit blauwe prachtige huisje. Om te kijken of Tommy hier natuurlijk zit. Oh mijn god, hij loopt echt letterlijk voor mijn neus aan, Alex. Hij loopt zijn eigen huis in. Hij loopt inderdaad nu het blauwe huis in. Oh, ik kan nu zo goed kijken wat hij allemaal gaat doen. Of dat Alex hier misschien wel zit. Dat zou al helemaal een ding zijn. Het is natuurlijk Alex zijn kleur, dus het zou me niks verbazen als hij hier zit. Of dat Torbe hier zit om mij te foppen. Dat zou ook nog kunnen. Alleen, er zijn niet zo heel erg gek veel verstopplekjes hier. Dus ik denk niet dat ze hier zijn, om heel eerlijk te zijn. Nou, hij zit nog steeds in zijn eigen huis. Hij zit nog steeds in zijn eigen huis. Oké. Oh, dat is zo spannend. Nou trouwens, dit is niet zijn huis. Dit is jouw huis. Het is blauw. In het blauwe huis? Ja, hij is in het blauwe huis. Hallo? Zijn jullie toevallig boven of zo? Nee, onder de tafels, onder de stoelen. Nee, hier zo dan. Ook niet. Kan dit open? Ja, nee. Oh, de microwave. Ja, hij is in jouw huis aan het inbreken. Oh mijn god. Oh, hij gaat er nu uit. Hij gaat er nu uit. Het lijkt erop dat ze hier in ieder geval niet zijn. Dus wij gaan verder om te kijken of hij hier in het roze huis zit. Hallo? Naar de piep. Hij gaat naar de piep. Oké. Ik heb de deur open en dicht gedaan bij mij. Misschien dat hij het hoort. Misschien niet. Ergens een geheime doorgang zit. Hallo? Nee, oké. Dit is ook maar gewoon weer een normaal... Ja, maar loopt hij dan nou de grote straat in of een zijstraatje? Hij loopt nu op straat. Hij gaat nu naar het volgende blauwe huis, denk ik. Ja, hij gaat nu het volgende blauwe. Hij komt steeds dichterbij, Alex. Is hier iemand? Hallo, kinderen? Er is letterlijk niemand hier onder de tafel, onder de bank misschien. Zouden ze mij kunnen zien vanaf hier? Daar ben ik heel erg benieuwd naar. Oh nee, wacht. De deur is niet open. Die is dicht. Dicht. Ze weten wel hun manieren. Oh, hij is nu uit jouw huis. Oh, en hij gaat nu... Ik denk dat hij hier zo ook een moment voor kan lopen. Of hij is nu in zijn eigen huis. Oké, dit huisje is helemaal doorgezocht. Op naar mijn huisje. Want daar zie ik nog wel iemand zitten. Zoals een Alex. Of een Torbe. Oh, maar wacht. Dat betekent dat hij elk huis af aan het gaan is. En mijn huis komt erna. Oh, nee, Alex. De stoelen in de keuken. In de keukenlaadjes. Nee, dat kan helemaal niet. Huh? Er is hier letterlijk helemaal niemand. Ik had echt wel verwacht dat ze bij mij in mijn huisje zouden gaan zitten. Maar dat is dus niet zo. Hij komt. Oh, nee. Ik zie hem. Hij loopt mijn mixhuis naar binnen. Zo, dit loopt nog best wel ver door. Ik moet even goed hier kijken. Want er zullen hier best wel wat plekjes zijn die ik niet ken. Aangezien ik niet wist dat Mickey hier in huis had. Hallo? Oké, nee, dit lijkt er ook op dat er niemand zit of zo. Er kan niemand op... Ik zie dat hij de deur wijd open heeft staan bij Mick. In die kastjes zitten, er kan niemand in de kastjes zitten. Oké, dit gaan we ook maar overslaan. Hij loopt nu bij Giel's huis. Hij loopt nu bij Giel naar binnen. Ik zie hem, ik kijk hem recht aan. Giel, man. Er moet wel iemand bij Giel thuis zijn. Het kan niet anders. Er moet toch hier iemand zijn? Oh, hij pakt echt jouw huis als laatste, denk ik. Verdam bij Giel misschien. Jij gaat met... Hé? Er is helemaal niemand hier ook bij Giel. Er zijn nog heel erg weinig plekken over om heel erg te... Ja, maar weet je wat het ding is? Hij is zo snel door die huis aan het gaan dat hij misschien over je heen kijkt. En dat is namelijk bij Torbe zelf thuis. Bij de H.
hotel, denk ik. Van Lotte, denk ik. En dit hele grote huis. Ik weet niet van wie dit is. Dit lijkt me wel een hotel. Ik ga hier zitten. Hallo? Nee, er zit hier niemand. Oké, dat is prima. Dan hebben we dat gehad. Dan gaan we hier naar boven toe. Dan zal er vast wel hier iemand zijn. Dat kan niet anders. Oh mijn god, er zijn ook echt te veel kamers om te checken. Nee, er zit hier niemand. Oké, weet je wat? We gaan gewoon die deuren open laten. We moeten even snelheid maken. Oh mijn god, je kan hier ook gewoon in. Zal hier iemand in zitten? Hallo? Oh mijn god, er zit zelfs hier niemand in. Dat meen je niet. Oké, weet je wat? We moeten door. Oké, volgende verdieping. Hallo? Is hier iemand toevallig? Hallo? Ik vind het zo spannend dat hij bij iedereen naar binnen aan het gaan is. Ruik je hem niet, toevallig? Nee, ik ben verkouden. Santino ruik je meestal wel op een afstandje. Onder het bed? Nee. Onder de kastjes? Nee. Keuken? Ik zie niemand. Hier, badkamer. Hallo? Niemand weer in het water. Ik zweer het, ik mis iemand. Ik zweer dat ik iemand mis. Waar is hij? Ik heb echt geen idee. Ik heb echt geen idee. Ik zie hem ook niet en ik hoor hem ook niet. Oh, wat? We hebben hier een zwembad. Oh, wat goed zeg. Zal er hier dan iemand in het zwembad zitten? Nee, het lijkt er dus weer op van niet. Wat is dit? Oh, dit is een suite. Oh, wacht eventjes. We kunnen... Was dit het? Er zit letterlijk niemand hierin? Dat meen je niet. Er zit letterlijk hier niemand. Oké, nou ja. Prima. Dat is wel heel erg vreemd. Ik had echt verwacht dat hier iemand zou zitten. En dat is tevergeefs. Oké, we gaan naar beneden toe, want we missen tijd. Ik denk dat hij helemaal de weg kwijt is. Het enige waar ze dan nog kunnen zitten is letterlijk in Torben zijn huis. Hoor je hem? Nee. Ja, hij komt hier naar binnen. Oh. Oh nee. Hij is hier. En, in het rode huis ook nog. Hallo? Heeft u toevallig twee ratten gezien, Fred? Oh. Ja, ik heb één rat hier. Nee. Ik heb één rat hier. Ja, dat is één. Nee. Let's Hoe go. Kom op. Het is sowieso Fred die me verklikt heeft. Dankjewel, Fred. Hier, €5. Alsjeblieft, jongen. Haha. Santino, was je alle huizen aan het afgaan? Nou, ik had verwacht dat jullie in het hotel zouden zitten, maar niemand zit in het hotel. Nee. Nee, omdat je dat had verwacht. Ja, daarom. Maar nu ga ik bij Torben zijn huisje kijken. Hallo, Torben. Ben jij hier? Bent hier ook al niet. Hoe dan? Ik probeer jou de hele tijd te vinden en je bent er niet. Oké, Alex is nu gepakt. Ik ben nu in mijn eentje. Hij is mij gelijk voorbij gelopen. Dus dit was echt super slim. Soms zijn de makkelijke plekken het beste. Alleen Alex weet dus wel waar ik zit. Ik hoop dat hij me niet gaat verklikken. Alex, waar is Torben? Zeg maar gewoon meteen. Hij is hier. Zeg maar. Hier. Hij is... Waar? Hier. Hier, in dit Letterlijk... roze huis. In het roze huis? Oké. Torben, het is gedaan. Torben, je bent de Huh? Hij is niet in het roze huis trouwens, sorry, dat was een foutje. Alex, ik heb je hulp nodig, je moet me nu niet in de weg zitten, alsjeblieft, ga weg. Santino, ja? Doe me aan. Er zijn zoveel leukere dingen die we kunnen doen dan Torben zoeken. Besef je dat niet even, dat we gewoon Torben vrij zijn nu. We kunnen van alles doen, we kunnen naar het zwembad gaan. Ja, maar Alex, nee, luister, Alex. Oh, hij loopt het huis van Alex in, hij loopt terug het huis van Alex in. Oh, en dan gaat hij weer uit. Oh, daar staat hij. Oké, nu wordt het dus een tactiek dadelijk om te bewegen. Ik heb een missie. Wil je niet met mij naar het zwembad? Ik wil heus wel met jou mee naar het zwembad wanneer ik Torben heb gevonden. En ik weet niet waar Torben is. Dus als ik zeg waar ik Torben heb gevonden, dan wil jij met mij naar het zwembad. Hé, dan wil ik best wel met je naar het zwembad hoor. Ja hoor. Hij is hier. Waar is hij? Hier. Hier, waar is hier? Oeh, hier. Oeh. Hij zit in dit bosje. Oeh. In dit bosje. Oh, hallo Torben! Nee! Sorry, Bonnie. Nee, Alex, heb je mij verklikt? Ja, ja, we gaan nu naar het zwembad. Santino wil met me mee zwemmen. Kom je mee naar het zwembad? Kom, we gaan lekker zwemmen. Doei. Yes. Ik zat zo goed, Santino. Je rende mij gelijk voorbij. Ja, potverdikkie. Ja, oh nee. Gaan jullie nou zwemmen? Oké, jullie hebben 30 seconden de tijd. De tijd gaat nu in. Succes. Oké, doei Torben. Auw. Santino, wat is een goede verstopplek hier zo? Nou, kijk, weet je wat het is? Ik was dus net in het hotel aan het zoeken en toen dacht ik dat ik in het hotel wel een goed iets... Ben jij nou aan het aanbellen? Nee, ik was bij jou aan het aanbellen. Bij mij aan het aanbellen? Ja, maar ik ben niet thuis. Alex, ik zit letterlijk hier. Ik ben niet thuis. Santino, doe de deur open! Nee, stop met aanbellen! Oké, sorry, hoor. Let op. Ik ga in het hotel. Ik weet niet wat jij gaat doen, maar ik ga in het hotel. Omdat je wil zwemmen. Ah, ik wou wel zwemmen, ja. Maar is dit ook een goed idee? Wow, ik zie je armen wel een beetje uit. Ja, en van de zijkant zie je het wel. Maar van voor niet. Ja, maar dan... Oké, vanaf de zijkant ben ik de Sjaak. Oké, we gaan door. We gaan door. Wow, wacht. Kun je hieronder? Nee, dat kan ook niet. Nee, dat kan ook niet. Wacht, ik zag hierboven namelijk... Ik zat even te kijken of je... Oh nee, ik ga op de stoel dan. Nee, ik moet onder de stoel. Maar dat, ja, dat kan niet. Nee, dat is wel vervelend. Oké. Je hebt hier wel een badkuip. Je kan hier onder de gootsteen. Ja, daar zat ik dus ook naar te... Oh mijn god, dat is wel echt een hele goede verslag. Dit is wel een goede. En boven is ook een badkamer met een gootsteen. Oh, alleen hebben god. We dan niet heel veel overzicht. Nee, dat is het hem juist. Dat is wel een beetje vervelend. Als ik nou op de douche ga springen. Nee, oké, dat gaat hem niet worden. Oh, Santino! Wat is er? Ik heb een plek!
mijn plek, ik heb mijn plek. Ja, wacht, maar waar ben jij? Helemaal boven in de kamer. Oh god, oké. Oh, je zit in de suite. Ja, in de suite, die bedoel ik. Hallo. Oké, kom hier eens achter. Als je hier zit, dan kan je het nooit zien. Oh mijn god, dit is een geniaal idee. Wacht, ik ga bij je zitten. Maar kijk, hier zit een plek en daar ook als het goed is. Ja, ik zit er. Hij gaat ons nooit vinden, Alex. Nee, maar wij kunnen hem hier wel een beetje zien. Oh, Alex, ik zit op een nog betere plek. Ik maak niet eens een grap. Ja, ik zit letterlijk, maar hier kan je niet eens komen volgens mij. Als je niet klein bent. Nee, klopt. Oh mijn god, ik ga hier zitten. Ja, ik ben klaar, ik ben ready. Dit is geweldig. En we kunnen hier springen om hem te zien. Oké, jongens, ik mag komen. Ik heb even twee wapens gepakt voor als ik ze vind. Want dat verdienen ze eigenlijk wel. Het enige ding is, ik heb wel eens vaker gezocht met verstoppen. En daar bleek ik echt heel slecht in te zijn. Maar ik had misschien het idee. Misschien zitten ze ergens boven. Dus ik denk, ik ga vast gelijk even boven kijken hier zo. Oh, ik zie er al gelijk één. Vlieg! Oh mijn god! Oh, kijk uit! Niks meer doen! Waar is die? Oh mijn god, hij ziet ons denk ik. Oh, wow! Ik heb Santino al gelijk! Oh mijn god, hij ziet ons denk ik. Oh, wow! Wat is dit dan weer? Ja, Santino! Hoe kan dit dan weer? Ja, en dan hebben we... Deze man denkt, ik ga snipen! Wat is dit dan? Oh mijn god. Alex, die heeft hij sowieso in jouw huis gevonden. Dat kan niet anders. Jongens, ik dacht, ik pak een wapen voor. Als ik jullie zie, dan kan ik jullie killen. En ik dacht, ik ga gewoon gelijk de daak op. Ik ga vanaf boven beginnen en ik zie er gewoon gelijk. Jezus, man! Wat is dit dan? Wat is zo'n goede plek? Ja, wat is nou? Ja, maar ik zag jullie echt van heel ver. En toen dacht ik, ja, ik kan naar jullie toe rennen en schieten. Of ik doe het vanaf daarachter. Sorry, jongen. Nou, dat betekent dat Alex nog even snel mag zoeken. Ik denk dat ik een nieuw record heb gezet met zoeken. Sure, dat was echt nog een goede plek ook dat, jongen. Ja, sorry. Ik wist het zelfs echt niet. In Minecraft Hide and Seek ben jij een tryharder. Het is abnormaal. Nou, luister dan. Ik zeg net Holy nog tegen de shit. Kijkers dat ik echt slecht was in zoeken. Maar toen dacht ik, oké, ik ga hier omhoog. Zo. En ik zie jou gewoon gelijk. Gewoon gelijk. Bro, ik ga jou ook gewoon niet met Roblox laten bespelen. Want jij gaat gewoon zweten in Roblox zelfs. Ja, sorry. Maar jullie zitten dan ook bij elkaar. Dat was een beetje toch het jammer. Ik ben clean. Ik ben niet klein, ik ben Sanchez. Okay. Zijn jullie er klaar voor? Ai, ai, kapitein, ja. Doei! Doei, ik Alex! Niet. Doei! Ai, ai, kapitein! Oh. Hij woont als een ananas diep in de zee. Bob en Spong! Santino, we moeten even bedenken, want ik heb net zo hard gespeeld. Ik ga gewoon hier zitten. Oh mijn god, ik denk dat nog niet eens een heel dom idee is. Luister, Torben, jij ging mij jinxen, ik ga dit jinxen, ik zweer. Zal ik dan in deze boom gaan? Oh! Wacht, kan hij, als hij naar binnen loopt, bij het restaurant, dan ziet hij mij, denk ik. In survival mocht je toch dingen weghalen? Ik zit in een boom. Zie je mij nu? Kan je eens kijken? Ook. Wat? Nee, kan je voor mij één keer checken? Jij zit goed! Waar zit jij dan? Waar ben jij? Ik zit in de boom. Ja, ik zie, oh ja. Ja, als je goed kijkt, zie je je wel. Oké, maar ik blijf hier toch gewoon zitten. Oké, nou, ik ga hierheen dan. Waar zit jij dan nu? Ik zit bij die plantenbak en dan binnen in de slab. In de slab? Oh mijn god, dat is zo slim. Ik heb hier zicht op Alex, jij hebt ook zicht op Alex, oké. Ja, oké, ik heb zicht. Wacht, ik ga hoog. Kun je mij vanaf die boom zien? Zie je mijn arm op iets? Broer, ik zit zo ver weg dat ik dat amper zie. Hey, druk op C. Houd C ingedrukt. Houd C. Oh. Kun je mij zien bij de plantenbak? Vanaf hier zie ik jou niet, nee. Oké, prima, dan is het goed. Als je mij vanaf daar niet ziet, dan is het goed. Want ik kan jou vanaf hier wel zien, maar dat komt wel goed. Maar ik zit achter de boom nu. Oké, achter de boom. Ik zit goed. Ik kan Alex nu zien lopen. Maar oh, waar kunnen ze zitten? Ik moet wel hier ergens iemand kunnen vinden, want ik zou zweren dat ik net hier ergens... Gelijk. Oh mijn god. Hij staat bij jou, hè? Hij heeft je al. Ik heb je nu al gevonden, Santino. Dit was zo makkelijk. Bro, hoe kom jij erbij om deze slaps te doen? Santino, ik heb mijn ogen wel dicht, maar ik hoor toch wel de hele tijd de dingen open en dicht gaan. Oh mijn god. Dit was zo dom. Waar kan Torben zijn? Hé, niet verklikken, Santino. Echt niet. Oké, wil je zwemmen, Alex? Nee. Wil je zwemmen? Nee. Dat wil Alex niet. Waar is Alex nu? Nou, in de appels.
Appels? Ja, ik weet niet of die in een appel zit. Nou, dan is het wel een verrotte oranje appel, moet ik zeggen. Hé! Hey! Ja, zeg dat wel, ja. Taalgebruik! Oh, godverdamme. Een hele verrotte appel. Oké, misschien in de keuken. Huh? Jij zit niet eens meer... Huh? Ik zweer, Tom is van de aardbodem verdwenen. Alex, ik zweer het. Ik maak geen grap. Hij is van de aardbodem verdwenen. Ik ben helemaal niet verdwenen. Nee, hij zit daar niet in. Hij zit daar niet in. Hij zit daar niet in. Hij zit wel echt ergens in een van deze huizen. Dat klinkt heel verwarrend. Dat klonk ook een beetje verwarrend, Santino. Ja, weet ik. Weet je, ik bedoel, normaal gesproken zou ik denken in een oranje huis, maar die is er niet. Dus dan moet je een huis bouwen. Nou ja, in het begin van Minecraft bouw je het altijd met hout. En waar krijg je hout van? Hij zit dus wel in de boom hier ergens. Motor. Ja! Santino! Hey, we gaan zwemmen! Santino! Lekker zwemmen. Ik had er geen zin meer in. Lekker zwemmen. Dit was zo makkelijk! Nee, ik heb gewoon goede plekken, maar ik word de hele tijd gesnitcht. Waar is Santino? Ik ga hem halen. Ik ben lekker zwemmen. Hij is bij zwemmen. Oké, nou, godsamme. Dat was de video alweer. Bedankt voor het kijken en tot de volgende keer, jongens.